De eerste vermeldingen uit de geschiedenis van de gasthuiskapel stammen uit 1400. Waarschijnlijk was het pand het oorspronkelijke gasthuis waarin zich het hospitaal bevond. Later zijn de zogenaamde provenierswoningen en het hoofdgebouw rond de kapel gebouwd, die het gasthuishof hebben gevormd. In de vroege middeleeuwen was de gezondheidszorg nog aan het begin van zijn ontwikkeling en was er bijna geen opvang voor zieken en hulpbehoeftigen. Ze werden thuis zo goed als het kon verzorgd door hun naasten. Voor hen die geen verzorging konden krijgen, waren er de kloosters en abdijen die uit barmhartigheid de ergste gevallen opnamen. De eerste gasthuizen zijn al vermeld rond 1200, die naast het verzorgen van behoeftigen later ook als onderkomen gingen dienen voor reizigers. Het Doesburgse gasthuis kreeg een gedeelde functie, zoals in de kronieken vermeld staat. De opvang van onvermogende en afgeleefde stedelingen en een passantenhuis voor vreemde armen. Hoe het hospitaal er vroeger zou moeten uitgezien hebben, was tijdens het opvoeren van het toneelstuk van Tineke Buyshuizen Hemel en Hel goed voor te stellen. Huidige eigenaar van de kerk is de Doesburgse Gestichten van Weldadigheid, waarvan Herman Overweg een van de gecommitteerden is. In de middeleeuwen was dit een gasthuis voor doorgaande reizigers. En toen dat fenomeen wat afnam, toen hebben we de kerk verkocht aan de Lutherse gemeente. Dat zal in het begin van de 18e eeuw geweest zijn. En toen een paar jaar geleden de Lutherse gemeente fuseerde met de Nederlands Hervormde Kerk en met de Gereformeerde Kerk tot PKN, Protestantse Kerk Nederland, hebben wij de kerk teruggekocht en besloten daar een bijzondere bestemming aan te geven. De gasthuiskerk is een aantal keren ingrijpend gerestaureerd, zoals in de 70e jaren en nu nog recent in 2011. Waarom nu nog zo'n ingrijpende verbouwing? We wouden erg graag dat de functie die de kerk al in beperkte mate had, namelijk een plek waar allerlei culturele activiteiten waren. Ik denk bijvoorbeeld aan lezingen, ik denk aan voordrachten van schrijvers, ik denk aan concerten, operavoorstellingen. Dat wat gefaciliteerd werd en ook wat uitgebreid. We willen graag warme voeten, we willen graag goed licht, we willen goed geluid, we willen goede akoestiek en we willen ook een prettige plek om een kopje koffie te drinken. We hebben ook nadrukkelijk een binnenhuisarchitect hiervoor gezocht. Geluidstechnici, akoestici, mensen die de verwarming goed konden regelen. Dus ja, er komt heel wat op je af als je een keer die beslissing genomen hebt. Wat we hebben gevonden is een skelet van iemand die eigenlijk na de middeleeuwen pas begraven is. Je hebt aan de andere kant van de kerk heb je in de middeleeuwen een begraafplaats gehad, een kerkhof. En hier ligt iemand bovenop de fundamenten van een gesloopte muur begraven. Ja. En wat is dat voor iemand? Je ziet eigenlijk een klein kistje, er zitten de spijkers nog van erin. Het is iemand van 1,20 meter, waarschijnlijk een meisje. Tussen de benen ligt een babytje begraven. En wat we zien is dat het ook niet een volwassen iemand is, want de botten zijn nog niet aan elkaar gegroeid. Ja. Dus het lijkt erop alsof je hier een meisje hebt van een jaar of 9 of 10 dat gestorven is tijdens het krijgen van een baby.
We hebben bovendien nog hier geregeld een kerkdienst van de Remonstrantse Broederschap. Dus dat betekent dat wij ons goed realiseren dat hier ook kerkdiensten worden gehouden. Dat moet ook vooral zo blijven. En dat betekent ook dat je daarin beperkingen vindt voor de aankleding van de kerk. We hebben nadrukkelijk het religieuze karakter van deze kerk gerespecteerd. En we hebben ook de sfeer zo goed mogelijk bewaard. Zij het dat er hier en dat wat verfraaiingen zijn gekomen. Ik denk aan de vloer. Hier lag een plavuizenvloer die een beetje rommelig was. De stoelen waren ook niet erg geriefelijk. Maar we hebben toch gezorgd dat de echte sfeer van de kerk dat die bewaard bleef. Het orgel krijgt een opknapbeurt en zal straks weer heel goed klinken in deze mooie kerk. Nou, we hebben erg veel aandacht besteed aan het conserveren van de fresco's. Er zijn hier een aantal middeleeuwse fresco's in de kerk. Die zijn door een kunsthistorica zijn die heel zorgvuldig verfrist, zal ik maar zeggen. En die zijn goed geconserveerd, dus die kunnen er ook weer een tijd tegen. We hebben al een hele behoorlijke programmering. We hebben daar Thea Peters voor aangetrokken als manager van deze kerk. Die heeft met zeer grote voortvarendheid aan werving gedaan. En het is natuurlijk bedoeling ook dat die kerk zoveel mogelijk gebruikt wordt. Want we hebben niet voor niets er zoveel geld in gestoken. Dus dan wil je ook graag dat het een beetje een nuttige functie krijgt. En dat het een rol speelt in Doesburg. Nou, het belangrijkste uitgangspunt is een cultureel centrum. Een sociaal cultureel centrum. En daarnaast inderdaad ook voor activiteiten als huwelijkssluitingen, uitvaarten, maar ook voor workshops, congressen. Maar de hoofdzaak zal zijn culturele activiteiten. Wij geven daar zelf invulling aan, dus zelf bedoel ik als in de gasthuiskerk. Maar dat doen we ook met partners. Zoals het badhuis en Stidomu. Daarnaast geven we ook ruimte voor sociaal-culturele activiteiten die dan gesubsidieerd kan worden door de gestichten. Om daar ook ruimte voor te geven. Ja, wij gaan ervan uit dat binnen 3 tot 5 jaar hebben we ons bewezen als een professionele culturele organisatie die zijn waarde heeft bewezen voor de Doesburgse bevolking en de wijde regio.